Tine en Sophie, gefeliciteerd. Jullie gaan naar Rio. Ja, we gaan naar de Copacabana. We zijn zo blij. Echt, oh, bizar dat we gewonnen. Echt, ja, echt zo blij. En wat een ongelofelijke wedstrijd, hè? 3 sets. Het was niet makkelijk. Nee, maar dit was echt een wedstrijd. Dat gewoon je zenuwen in bedwang houden. Dat was eigenlijk het enige wat nodig was. Maar dat is zo moeilijk. Want... Nee, kijk naar heel toernooi. Heel toernooi is zo druk en spanning. En ik denk dat we daar heel goed mee om te gaan. Ik denk echt, natuurlijk waren we echt super gestrest, maar ja, we hebben echt goed gespeeld en echt techlust. Wat maakte deze wedstrijd het verschil? Het omschakelen in commitment. Vanaf de tweede set hebben we gewoon volle bak alles in. Want we denken, ja, als we eraf gaan, dan maar hard. Dan maar met alles dat alles gegeven hebben. Ja. En in de eerste set was het een beetje onwennig. En ja, je zit steeds wel Rio in je achterhoofd. En dat probeer je aan de kant te zetten en dan focus je weer op het spel. Maar nou ja, in de tweede, derde ging dat heel goed. Ja. En vanaf nu de focus op Rio? Zeker. Nou, vanavond even niet. Dit weekend niet. Ik wil even genieten van deze overwinning. En dan gaan we inderdaad zitten met de coach en bespreken wat we gaan doen en voorbereiden. En inderdaad alle focus op Rio. Ja. Geniet ervan. Dankjewel. Dankjewel.